Welkom op deze herdenkingsbijeenkomst, georganiseerd door de 4 mei Comité Mening. Het landelijk jaarthema van 2019 luidt in vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100-jarig algemeen kiesrecht, Europese en provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrijheid, democratische rechtsstaat, het buiten werkingstelling van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945 en de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen om de rechtsstaat en de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt. Want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en te mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren. Het thema in vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen denkt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan deze keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken naar onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander? Dit werd onduidelijk tijdens ons bezoek aan Westerbork met de groepen 7 en 8 van de dorpsschool Mening. Bij het teruglopen naar de bus beseften we, de meelijzende comitéleden, dat deze generatie geen enkel verhaal of voorval meer van hun direct betrokkenen had gehoord. Het doorgeven van de vrijheid wordt dus moeilijker en vraagt meer aandacht om ook deze en volgende generaties te laten realiseren dat we goed moeten passen op onze vrijheid. Geef de vrijheid door. Thank you.
wijze vorm van mijn leeftijd. Met bruine haren, groene ogen en lieve familie. Misschien wel dezelfde stem. Alleen dan, 74 jaar geleden. Er is maar één verschil tussen ons. Bij haar was er oorlog en bij mij niet meer. Zij moest onderduiken en ik ga naar school. Zij zag familieleden sneuvelen, terwijl ik op familiebezoek ging. Zij moest afschuwelijke pijn verdragen. En ik groeide op in een warm gezin. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan om door te gaan naar een volgende hoofdstuk. Dit is een keuze, maar bedenk wel dat dit gaat over mensen zoals jij en ik. Want dat meisje met die bruine haren en die groene ogen had ik even goed kunnen zijn. Eén keer vaker kijken naar de foto aan de muur. Van mijn opa in het uniform. Strijdend voor mijn vrijheid. Ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden. Dat je werkelijk kon. Strijdend tot aan het einde. Omdat je met opgeven de oorlog niet kon. Eén keer vaker liefhebben. Hen die ons zijn ontgaan. Omdat de herinnering blijft leven. Omdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker. Verstoppen. Verstoppen om wie je bent. Verstoppen om wat je voelt. Verstoppen om wat je denkt. Waar zou jij je verstoppen? We denken terug waarom jij en ik ons niet meer hoeven te verbergen. Laat verstoppertje alleen een spel zijn, zodat we allen in vrijheid kunnen leven en kiezen. En elkaar zien zoals we zijn. Elke dag, elke minuut. Elke seconde keuzes maken. Ons leven is een aaneensprakeling van keuzes maken. We maken allemaal andere keuzes. In een andere tijd. Op een andere plek. Maar vandaag kiezen we samen. We kiezen samen om te herdenken. De keuzes te herdenken van anderen. In vrijheid kunnen blijven kiezen. Is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten wij daarom blij zijn dat wij hier in Nederland kunnen kiezen waar we in geloven. Kunnen kiezen van wie we houden. Kunnen kiezen wie we zijn. Zij die nu herdacht worden, kozen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zij die nu herdacht worden, bepalen de keuzes van nu. Zij die nu herdacht worden, vormen onze toekomst. Een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen. Voor onszelf of voor ons samen. Een toekomst voor ons allemaal. Thank you.
richting het verzet. Ik was bij ALA. Ik voelde een beklemmend gevoel in mijn maagstreek en dat liet mij ook niet los toen ik op ALA's kamer was. Zij is een domineesdochter, een groot, alledaags, doodrustig meisje. Ze liet niet blijken of ze blij was mij te zien. Ze zat tegenover me en keek mij aan met haar kalme, vriendschappelijke, nuchtere blik. Ik had haar alles uitvoerig kunnen uitleggen. Ik wist dat zij gesloten zou zijn. Ik deed het niet. Ik moest alles alleen doen, besefte ik. Hoe minder mensen mijn plan kenden, hoe beter het was. De vijand, dacht ik, zou toch in deze kamer willen kijken. In honderden Nederlandse kamers. Ik bespeurde hun koude, stille slangenogen in mijn nek. ALA en ik kwamen nauwelijks tot een gesprek. Ik vroeg haar bijna meteen of ik haar zwanger kon nemen. Er rees vrijwel onmerkbaar verwondering in haar blik dat weer wegzonk. Hadden Tanja of Louise geen zwempak? Maar ze had zelfs niet naar Tanja of Louise gevraagd. De lichamelijke discretie die goud waard is. Ze knikte en stond op en ging haar zwempak halen uit de la van haar commode. Ze bracht het bij me. Ik was al opgestaan. Je krijgt het zo gauw mogelijk weer terug, zei ik. Ze glimlachte voor het eerst. Je kunt het net zo lang houden zoals je het gebruiken moet, zei ze. Ik nam haar hand en hield die langer vast dan doorgaans. In het overdekte zwembad was het lauw. Stemmen van kinderen, meisjes die elkaar uitgelaten achtervolgden. Spattend groen water. Gezichten vreemd omlijnd door badmutsen. Ik stapte buiten in ALA's badpark. Het zat me te ruim. Ik dook en zwom snel een paar onstuimige ronden, alsof ik moed moest scheppen. Ik kwam hijgend en buiten adem naar de kant terug. De badmeester in zijn wit linnen pak stak mij een hand toe om mij op de kant te trekken. Ik zat met een hartklopping op de koude tegels en vermeed zijn blikken. Ik was een en al slecht geweten en onrust. Ik bleef zitten tot mijn hartslag gelijkmatiger werd. Toen stond ik op en slenterde langs de kant. Ik keek naar de mensen in het bad. Ik liep terug naar de rij van de kleedcabines. Ik haalde diep adem en ging de eerste beste cabine binnen. Ik durfde de deur maar half dicht te trekken. Toen zag ik een tasje op een stapeltje ondergoed. Ik knipte het open. De ademloze hartklopping keerde terug. Het tasje rook naar poeder en sigaretten. Ik zag dat er een zacht geel portefeuille in zat. Het persoonsbewijs zat daarin. Ik stopte het vliegensvlug onder mijn badpak. Toen ik weer buiten kwam, was de badmeester teruggekomen. Ik liep haastig langs hem. Ik keek niet op. Ik stapte, wegschuilend achter twee dames, mijn eigen kleedhokje binnen. Toen ik gekleed tevoorschijn kwam, leek het alsof het moeilijkste nog zou volgen. Ik mocht niet vluchten. Ik moest dralen. Nog eens kijken naar de mensen in het bad. Niet eraan denken dat de eigenares van het persoonsbewijs in de tussentijd had kunnen terugkeren. Ik fietste een uur lang rond, voor ik het gevoel kreeg dat ik niet werd achtervolgd. Ik wist alleen dat ik nooit meer in het zwembad terug mocht komen. Als het kon, zelfs niet in de omtrek. De badmeester had mij te goed gezien. Ik was thuis. Hoe ik boven kwam, herinner ik mij niet. Mijn kleren plakten aan mijn lijf. Louise was goddank boodschappen doen. Tanja stond voor de spiegel en draaide zich verbaasd om. Waar was je? Ik had het liefst willen schreeuwen. Ik beheerste mij met alle kracht. Ik gooide het persoonsbewijs voor haar op tafel. Het voelde nog vochtig. Alsjeblieft, zei ik. Ik ben de vijand te slim af geweest. Ik was bang voor mijn eigen overspannen stem. Ik draaide me snel om, liep de trap af en sloot me klappertandend en doodziek op in het toilet. Thank you.
herdenken. Meeleven met de slachtoffers. Op een plek waar we geen oorlog willen kennen. 2 minuten terugdenken. Bedenken hoe het voor hen was. 2 minuten stilte om te laten zien wat het voor ons betekent dat wij vrijheid kennen. 2 minuten stilte op een plek waar vrijheid is. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor zijn komst hier naartoe namens de gemeente. Ook wil ik het vierbijcomité bedanken voor hun inzet om deze avond mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor. En wil ik iedereen wel thuis wensen en tot hopelijk over een jaar. Ja, mooi hè?